In derde termijn gaat deze keer over het dorpenbeleid in de gemeente Weidemeren. En we praten daarover met wethouder Rosalie van Rijn. Wij als gemeente hebben een grote taak, maar kunnen dat niet alleen en doen dat samen met die dorpen. Maar het moet democratisch wel verantwoord blijven. Raadslid Sandra van Rijkom waarschuwt. Van tuig nou niet nog iets extra op, want daardoor krijg je alleen maar verdunning. Vanuit de bibliotheek van Bussum is dit In derde termijn met Ruud Bochart. Goeiedag. Onlangs werd in de gemeenteraad van Weidemeren het dorpenbeleid vastgesteld. En het was al aangekondigd in het zogenaamde bestuursakkoord, zeg maar het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en dorpsbelangen. We gaan erover praten met de wethouder in Weidemeren, Rosalie van Rijn. U heeft dat dorpenbeleid in uw portefeuille. En met Sandra van Rijkom. En u zit in de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid, /GroenLinks. Mevrouw van Rijn, het dorpenbeleid. Kunt u in een paar zinnen aangeven wat dat inhoudt? Ja, dat is eigenlijk een beleid wat erop gericht is om initiatieven beter te stroomlijnen, maar vooral onze inwoners beter van dienst te kunnen zijn. En dat dan samengevat in een beleid. Eigenlijk een aantal hoofdtaken. We krijgen een aanspreekpunt per dorp. Ja, daar kom ik zo nog even op. Het is al te veel dan twee zinnen. Ja, het is al te veel dan twee zinnen. Maar je zou kunnen zeggen, dorpenbeleid is erop gericht om die afzonderlijke dorpskernen in Weidemeren sterker te maken. Kan ik dat zo samenvatten? Ja, de dorpskernen zijn natuurlijk al heel sterk, maar het versterken van dorpskernen met name door zelf als gemeente dienstbaarder te zijn naar onze inwoners, naar onze kernen, en daar is het dorpenbeleid op gericht. Het dienstbaar zijn naar inwoners en ze helpen door ons gemeentehuis. Ja, en dan even concreet, wat gaat dat dorpenbeleid inhouden in de komende periode? De mensen gaan merken dat wij een aanspreekpunt, dorpencoördinatoren gaan het heten, wij krijgen er twee. Die zijn aanspreekpunt voor de kernen, dus elke kern krijgt een eigen aanspreekpunt. Lekker makkelijk, lekker duidelijk en heel praktisch. Ik ben nogal praktisch en ik vind dat mensen moeten weten waar ze in een gemeentehuis moeten zijn en bij wie ze moeten zijn. En deze dorpscoördinator is ervoor verantwoordelijk om mensen door het gemeentehuis en bij de verschillende afdelingen te helpen om hun initiatief of hun wensen ook echt daadwerkelijk te gaan realiseren. Daarnaast vinden we het ook goed dat dorpen met ons mee gaan denken over de toekomst. Er komt heel veel op ons af. Duurzaamheid, de omgevingswet. En wij vinden dat dorpen zelf moeten kunnen nadenken over wat wil ik nou met mijn dorp over 10, 15 jaar? Hoe ziet dat dorp er dan uit? Hoe ziet de leefbaarheid eruit? Welke verenigingen? Ja. Hoe gaat dat? En daarom vragen we ze mee te denken. En hopen we dat elk dorp een dorpontwikkelingsplan gaat maken. Daar worden ze gewoon bij geholpen. Maar om zelf invloed te hebben op de lange termijn agenda van het dorp. U zegt een hele hoop dingen. Best concreet, toch? Ja, maar ik ga nog even iets concreter. Op die dorpscoördinatoren kom ik zo nog even terug, want daar heeft mevrouw van Rijkom ook een opvatting over. Ja. Maar nog even over die dorpsinitiatief, dat dorpsbeleid, hè? Die dorpsplannen, die dorpsontwikkelingsplannen wat u zegt. Wat verwacht u eigenlijk van die dorpskernen? Wat zouden ze anders moeten doen, of juist moeten doen, dat wat er dan nu niet gebeurt? Nou, niet zozeer wat er nu niet gebeurt, maar ik vind dat wij als gemeente moeten faciliteren dat dorpen meer invloed hebben op hun eigen omgeving, op hoe het gaat in hun dorp. Er wordt natuurlijk echt veel gevraagd van de gemeente. Wij kunnen dat niet alleen. De omgevingswet hebben inwoners een hele grote rol. Duurzaamheid moeten we samen doen met de inwoners, anders komt er niks van terecht. Dus wij als gemeente hebben een grote taak, maar kunnen dat niet alleen en doen dat samen met die dorpen. Ja. En ik zeg niet dat het nu niet goed gaat, want initiatieven gaan fantastisch, maar het zou helemaal niet gek zijn als dorpen zelf nadenken over wat wil ik nou met mijn dorp en waar komt de woningbouw en hoe gaan we verenigingen levendig houden. Want je ziet... ik ga het nog concreter maken zelfs. We hebben de appelboom. Ja. Dat is een, laat maar even voor het gemak zeggen, een project waarbij bewoners in de afzonderlijke dorpskernen met initiatieven kunnen komen naar de gemeente. En de gemeente faciliteert die projecten. Bijvoorbeeld de Hanging Baskets in, wat was het, in Schravenland. Ja. Het bijhouden van het openbare groen in Kortenhoef. Schuitje varen in Loosrecht. Ik kan niet helemaal volledig zijn, maar ze hebben er een paar genoemd. Is dat waar ik aan moet denken in dat dorp, met dat dorpenbeleid? Het is onderdeel van het dorpenbeleid. Ja? Eigenlijk de appelboom is iets wat al jaren fantastisch gaat. Dat is ook iets waar we trots op kunnen zijn, wat niet direct verandering behoeft. Alleen, als wij niks doen, er zijn zoveel initiatieven, dan gaat de appelboom aan zijn eigen succes ten onder. U kunt zich voorstellen als wij met één
aanspreekpunt beginnen voor de appelboom met een paar initiatieven. En in de afgelopen jaren de initiatieven zo fantastisch zijn uitgebreid met zoveel vrijwilligers. Ja. Dan kun je het niet meer bijhouden. Dus je moet iets verzinnen om initiatieven nog meer te faciliteren, zodat ze niet op de plank blijven liggen. Dat en het gebeurt is waarschijnlijk nu. Ook breder dan alleen de initiatieven die vallen onder de appelboom. Zeker, de appelboom is onderdeel van het dorpenbeleid. Maar wat ik aangaf, dat gaat over de initiatieven. En het dorpenbeleid is breder. Dat gaat over de toekomst van de dorpen. Op het gebied van duurzaamheid, omgevingswet. Ja, dus bredere vlakken dan alleen de hanging baskets in Schaafland. Ja, dat zijn de initiatieven. En dit gaat eigenlijk kort samengevat dan het meest concreet. Wij willen gewoon als gemeente dienstbaar zijn aan onze inwoners. En zorgen dat wat inwoners willen, dat dat ook van de grond komt. En op de meest makkelijke manier, zonder al te veel gedoe. Goed. Mevrouw van Rijkom, dat klinkt prachtig. Zeker. Zeker. Wij hebben aangegeven onze bedenkingen erbij te hebben. En dat ligt zeker niet op het gebied van de coördinatoren. De gemeente Weidemeren blijft zelfstandig. Dus dat er daardoor ook meer FTE's gecreëerd moeten worden om de gemeente zelfstandig te kunnen laten functioneren en onze inwoners goed te kunnen bedienen. Nu, maar ook richting de toekomst, dat snappen wij. Dus die twee coördinatoren zijn ervoor. Alleen alles wat daar omheen zit, hè, met name ook de dorpsraden, daarvan hebben wij gezegd van wat ons betreft mist dat de democratische legitimiteit. We hebben de gemeenteraad. De gemeenteraad zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Ja. In diezelfde raadsvergadering hebben we ook het nieuwe vergaderen in Weidemeren vastgesteld met elkaar. En in dat nieuwe vergaderen, een onderdeel daarvan is al dat burgers, inwoners, veel meer worden betrokken bij de inspraak in de gemeente. En daarom zeggen we van nou, doe dat alsjeblieft niet dubbel op. Hè? Ga in gesprek met de gekozen volksvertegenwoordigers. Die mensen zijn democratisch gekozen. Daaromheen wordt van alles georganiseerd om inwoners te betrekken bij de besluitvorming, onder andere over duurzaamheid, maar ook over de omgevingswet, de maatschappelijke agenda, nou noem maar op. We hebben dat afgelopen zaterdag ook met elkaar geoefend en daarvan zeggen wij van ga dat nou inzetten om op die manier die inwoners erbij te betrekken. Want u noemt het fenomeen dorpsraad. Ga ik weer even naar u, mevrouw Van Rijn. Is dat een nieuwe bestuurslaag erbij? Nee, zeker niet. Is ook nu nog niet aan de orde. En dat weet mevrouw Van Rijkom eigenlijk heel goed. We hebben dat in de gemeenteraad ook duidelijk uitgelegd. Allereerst wil ik aangeven dat ik erg blij ben dat de Partij van de Arbeid, GroenLinks, nu ook voor dorpscoördinatoren waren. Bij de begroting keek u daar toch echt wel anders tegen aan. En was er een motie om het vooral niet te doen. Bij de kadernota wil ik u zeggen, ik ben blij dat dat veranderd is. En daar is de politiek ook voor om met elkaar de mening uit te wisselen. Dus ik verwacht bij de begroting dan ook geen motie meer over het schrappen van het budget voor dorpenbeleid. Dus dan ben ik blij dat dat hier nog bevestigd wordt. Pakken we dat even meteen op. Waarom bent u omgegaan? Nou, omdat we hadden ook in diezelfde raad als waar ook het dorpenbeleid werd besproken in de commissiebehandeling, werd er een beeld geschetst van de organisatie op orde. Daar is destijds door de gemeenteraad zijn daar middelen voor beschikbaar gesteld. En dat zijn middelen die nodig zijn om dus Weidemeren zelfstandig te laten functioneren om onze inwoners goed te bedienen. Nou, wij zien gewoon dat daar extra menskracht voor nodig is, omdat Weidemeren nu zelfstandig blijft. En we krijgen nu natuurlijk ook nu een nieuwe burgemeester, dus dat zal de aankomende jaar ook zeker zo blijven. En daardoor heb je ook extra menskracht nodig om dat goed richting onze inwoners te kunnen blijven doen. En daarom zijn wij omgegaan dat we zeiden van, nou, als deze gemeente nu voorlopig zelfstandig blijft en de gemeente is van mening dat je dit stuk goed moet inrichten en dit loopt niet goed, dan zeggen wij van, nou, die twee coördinatoren is prima en bed die gewoon in de organisatie. En dan kan je op die manier de inwoners prima bedienen. Zullen we zeggen voortschrijdend inzicht? Ja. Oké. Gaan we terug naar de dorpsraad, dan hebben we dat punt gehad. Ja, dat punt. Daar ben ik echt heel blij mee, want dan komt de begroting eraan. En dan heeft u die steun volop nodig. Dan hebben we die steun, dat is fijn. Ja? De dorpsraden. Nou, eigenlijk wordt er steeds gesproken over dorpsraden. Maar in het dorpenbeleid zeggen we nou juist eigenlijk een vorm van dorpsraden. En er zijn tal van vormen in Nederland die wij als voorbeeld kunnen nemen. En dat kan een officiële dorpsraad zijn, maar daar hebben wij met een gekozen dorpsraad. Maar ik heb in de gemeenteraad al uitgelegd, laten we niet op zaken vooruit lopen. Als we echt willen horen van onze inwoners
hoe zij mee willen denken met de gemeente. Of dat is op thema, op het gebied van duurzaamheid. Ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel inwoners zijn die dat ontzettend leuk vinden. Die zeggen, laat me meedenken. Dan hebben we een thematische denktank, zoals we dat noemen, is een vorm. Pas als we het gaan hebben over een gekozen dorpsraad, hè, want er zit echt heel veel tussen. Dan hebben we in de gemeenteraad ook gezegd, dat kunnen we niet besluiten in het dorpenbeleid. Dat gaan we ook niet besluiten. Dan komen we terug naar de raad. Dan gaat mijn collega Joost Boermans, die het over bestuurlijke vernieuwing heeft, met een voorstel komen waarin u van alles kunt vinden over democratische legitimiteit. Maar nu is het helemaal niet aan de orde. Nog niet aan de orde. Nog niet aan de orde. Maar ik wil wel dat als wij die dorpen ingaan, en mevrouw Van Rijkom heeft ook gezegd, ik ben benieuwd wat er uit de dorpen komt, wil ik daar ook gewoon open ingaan. Dat lijkt me ook zo eerlijk, dat als er inwoners opstaan in bijvoorbeeld een Ankerveen en die zeggen, nou maar wij willen dat wel eens proberen, een dorpsraad. Ik zeg niet dat ik meteen voor ben, maar ik wil ook niet aan de voorkant al zeggen, ja goed idee, maar vergeet het maar, we gaan het niet doen. Dus volgens mij moet je die dorpen ingaan, moet je vragen wat mensen willen. We hebben ook een burgerpanel enquête gehouden. Nou, daar was het enthousiasme voor een dorpsraad helemaal niet zo groot. Misschien blijft dat zo, misschien verandert dat. Maar op het moment dat dat aan de orde komt, dan bespreek je die plannen. En het zou ook toch zo kunnen zijn, als ik even naar de gemeente Gooisemeren kijk, waar bijvoorbeeld in Muidenberg een dorpsstadsraad is, dat het niet overal geregeld wordt, maar alleen in bepaalde dorpskernen. Ja, als er bepaalde dorpskernen zijn die dat willen. Kijk, ik vind gewoon, als je zegt als raad, we willen horen van onze inwoners wat ze willen, dan moet je niet aan de voorkant zeggen, we gaan naar u luisteren, maar dit en dit mag niet. Ja, is dan uw zorg daarmee weggenomen? Nee, want wij zeggen, in het nieuwe vergadersysteem, wat wij met elkaar hebben vastgesteld, daar is die ruimte aan al. Dus we krijgen daar, worden sessies georganiseerd. We willen aan de voorkant van commissiesvergaderingen inwoners uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. Dus die ruimte is er al. En Weidemeren telt 24.000 inwoners met 6 kernen. Dus wij hebben zoiets van, tuig nou niet nog iets extra op. Want daardoor krijg je alleen maar verdunning in plaats van verdikking. Ik heb het nog niet opgetuigd. Misschien ga ik het optuigen, maar misschien ook niet. Nee, dus daarom hebben wij aan de voorkant gezegd van, doe het nou niet. Want dat schept ook verwachtingen richting de inwoners. We hebben al iets. Je zou echt een harder nee willen horen op dat punt. Maar daar komen wij niet uit, want dan zijn we niet met elkaar overeen. En ik zou nog wel op willen aanvullen. Natuurlijk is het fantastisch dat wij nieuw gaan vergaderen. En dat we meer sessies houden waarover inwoners mogen meedenken. Maar dan gaat het nog steeds over onze agenda. Dus u mag komen op het moment dat de gemeente een beeldvormende sessie met onze thema's. En misschien moet je dat helemaal niet doen. Misschien moet je wel groepen in een kern hebben die zeggen, kom nou eens voor onze thema's. De inwoners maken de agenda. Ja, ik denk, waarom zouden we nou alleen maar weer doen? U mag meedenken als wij een beeldvormende sessie hebben. Maar mevrouw Verrijken zegt, maar die mogelijkheid is er nu ook. Want bewoners kunnen naar een gemeentevergadering, zo moet ik het nog maar eventjes, hè, ondanks een nieuwe structuur, en kunnen daar een zegje doen. Bewoners kunnen naar een gemeentevergadering daar hun zegje doen, dan is het 5 minuten. Hè, dat is gewoon de inspraak, die verandert ook niet. Hè. Dat gaat over agendapunten of punten vreemd aan de agenda, mag je 5 minuten inspreken. Wat mevrouw Van Rijkom bedoelt, en dat vind ik ook echt een goed initiatief van het nieuwe vergaderen, is dat wij beeldvormende sessies houden over thema's. Het gaat niet per se over de stukken op de agenda. Het gaat over thema's waar we dan later mee aan de slag gaan en stukken voor gaan komen. Maar dan nodigen we mensen gericht uit om over onze thema's na te denken. Het is niet mogelijk dat bewoners zelf een initiatief komen om te zeggen, wij, beste gemeenteraad van Weidemeren, hier zouden we nou eens een sessie over willen organiseren. Ik verwacht dat dat straks ook kan. Ja hoor, dat verwacht ik. Want dat is wat mevrouw Van Rijkom ons argument aanvoert, om niet bij de dorpsraad te hoeven komen. Ja, maar precies. Ik denk, die nee ga ik absoluut niet geven, want ik denk echt, en ik vind het ook jammer dat mevrouw Van Rijkom zegt, ik ben zo benieuwd wat we hebben straks dorpsavonden, in elke kern, daar heb ik echt heel veel zin in. En als mevrouw Van Rijkom dan zegt, ik ben benieuwd, zoals u in de raad zegt, wat er uit de dorpen komt, dan moet je niet aan de voorkant allemaal al voorwaarden scheppen of kaders creëren. Dan moet je ook luisteren en dan ben ik heel benieuwd wat er uitkomt. En nu uit het burgerpanel blijkt die enthousiasme niet zo groot. Nou, dat kan blijven of dat kan niet blijven. En een vorm van is helemaal niet gezegd dat een gekozen dorpsraad wordt. En een hele nieuwe bestuurslaag, daar kunnen allerlei verschillende vormen. Je houdt heel veel slagen om de arm, maar een harde nee komt hier niet op tafel, begrijp ik. Nou, heel veel slagen om de arm. Ik ben gewoon benieuwd naar Ik bedoel met slagen om de arm. Het kan alle mogelijke vormen hebben. Nee. Ik zeg heel overtuigend nee, omdat ik echt vind dat je moet luisteren naar wat inwoners willen. En ja, wacht even, want anders begrijpen we het niet meer. U zegt geen overtuigend nee tegen
het niet installeren van dorpsraden. Ik vind dat je die mogelijkheid open zou moeten houden als er echt een enthousiasme is in de dorpen. U wilt graag dat zij keihard nee zegt, maar dat gebeurt niet. Het is het beleid van dit college en wij zijn als, als oppositiepartij, is het natuurlijk aan ons om te zeggen van nou, hoe staan wij hierin? En wij zijn gewoon echt van een andere mening toegedaan. Ja. Nee, dat is duidelijk. Nog even kort, ik vind ook de manier waarop wij nu ook gaan vergaderen, en ben ik ervan overtuigd dat we dan ook naar de inwoners luisteren. Dus dat de inwoners daarbij niet tekort komen. Maar mevrouw Van Rijn houdt nog even de deur open. Ik ga even naar een ander element ervan. Want als je juist wil stimuleren dat burgers... Nee, ik ga eerst nog even iets anders vragen. Zijn het alleen initiatieven van burgers? Of kunnen het ook organisaties zijn die met initiatieven komen? Een bibliotheek, een welzijnsorganisatie, woningcorporaties... Ja. Die ook allerlei ideeën hebben... Kan dat ook of gaat het echt alleen om bewoners? Ik denk dat de combinatie ook mogelijk is. We zien het al een klein beetje dat er... We hebben de Appelboom eigenlijk, het vrijwilligersplatform waar allerlei initiatieven ontstaan. Is begonnen bij het groen, de samenwerking, de participatie in het groen. Dat verschuift langzaam dat er ook steeds meer sociale initiatieven komen. Met welzijnsorganisaties wordt er nagedacht over sociale initiatieven. Wat is er al, wie kan wat samen doen? Het zijn voornamelijk burgerinitiatieven. Maar het kan breder? Het kan breder. Okay. Het kan zeker breder. Okay. En ik ben benieuwd wat daar allemaal nog meer mogelijk is. En het gebeurt ook al met welzijnsorganisaties. Okay. Geld. Want je kunt met heel veel initiatieven komen. Ja. maar het zal bekostigd moeten worden. Zeker. Ik begreep dat jullie een ton beschikbaar hadden. Ja, dat klopt. Is dat per jaar? Dat is per jaar. Voor alle dorpskernen? Voor alle dorpskernen. Het is zo, we hadden de Appelboom en daarvan was 50.000 euro beschikbaar voor initiatieven in de Appelboom. Daarvan hebben we gezegd, als we meer initiatieven willen, moeten we eigenlijk ook meer geld hebben. Dus we hebben nu een ton per jaar speciaal voor initiatieven. Daar hoeven de dorpscoördinatoren niet van gefinancierd te worden. Dit is voor initiatieven. Per jaar en per kern. En we hebben met de gemeenteraad een sessie gehouden en we hebben het ook aan de burgers voorgelegd in het burgerpanel. En ik weet dat is maar een klein deel van onze inwoners, maar het is wel een soort peiling. En bij de gemeenteraad, en daar is uitgekomen dat we hebben gezegd, we gaan die ton verdelen op basis van inwonersaantal. Ja. Laten we het nou zo eens proberen. Het staat ook op dat we het gaan evalueren. Dus we gaan ook kijken of dat werkt. Maar voor nu is het zo, we hebben een ton, het wordt per inwonersaantal verdeeld. Met wel een minimum, want ook de kleine kernen kunnen we niet. Met heel weinig geld kan je niks. Dus er moet wel een bedrag zijn dat je ook echt iets kan. Ja. Dus het wordt per dorp verdeeld vanuit die pot. Voldoende? Voldoende geld, denkt u? Of zegt ze, nou, er mag nog wel wat meer bij? Of het is eigenlijk te veel? Nou, wat ons bezwaar hier tegen was, is dat we zeiden van, we hebben allerlei subsidieregelingen. Hè. De Appelboom, dat komt uit de vorige collegeperiode en daarvan hebben we gezegd, en dat zien we ook, dat zijn hele mooie initiatieven die daaruit voortkomen. Ja. Dat is ook met name gericht op het meer mensen laten samenwerken en de buurtcohesie te versterken. Juist door bijvoorbeeld met elkaar het openbaar groen aan te pakken. Nou, daar zien we dat werkt enorm goed. De manier waarop deze bedragen nu zijn neergezet, zeggen we van nou, je krijgt nu allerlei dingen naast elkaar. En in hoeverre gaat dit de dorpen versterken of gaat dit eigenlijk zorgen voor welk potje moet ik nou waar zijn? Maar goed, we hopen dat de coördinatoren onze inwoners daarin wegwijs kunnen maken. Ja, mag ik daar een kleine aanvulling op maken? Want het lijkt nu of er allerlei potjes zijn, maar we hebben natuurlijk gewoon onze subsidies voor sportverenigingen, voor muziekverenigingen. Dat verandert allemaal niet. We hebben een fantastisch subsidiebeleid. Kijk even naar mevrouw Van Rijk om wat is neergezet voor een aantal jaar, wat voor sportverenigingen is, voor muziekverenigingen, toneel, et cetera. Van allerlei verenigingen, die krijgen gewoon niet subsidie. Aan even, omdat zij vroeger wethouder was. Omdat zij medeverantwoordelijk is voor dat fantastische beleid. Daar een rol in heeft gespeeld. Nee, dat is dan ook even voor de kijker duidelijk. Ja, maar dat vind ik ook echt. Nee, okay. Maar dat is wel, dat zijn gewoon subsidies voor verenigingen. Dat gaat helemaal niet vertroebelen met dorpenbeleid, initiatieven van inwoners. Dat is iets heel anders. Dus het is wel zo dat het naast elkaar bestaat. De dorpscoördinator zou voor degene die daar niet uitkomen, die een rol kunnen spelen. Weghelpen. Maar dat hele doemscenario van mensen weten niet meer waar ze moeten zijn en er zijn allemaal potten. Nee, geloof ik niet zo in. Het enige is dat wij ook incidentele subsidies hebben. Dat is voor projecten een opstart of een eenmalig iets. Ja. Nou, we gaan het subsidiebeleid evalueren en ik kan me voorstellen dat je die subsidie
misschien bij het dorp. Maar dat is nog niet gezegd, maar om gewoon dat een goed te stroomlijnen. En nou komen er van die initiatieven op basis van dat geld, de coördinatoren ondersteunen dat. Wie beoordeelt nou of dat initiatief ook gehonoreerd gaat worden? Nou, we hebben een fantastische tracker nu van de appelboomprojecten. Er zijn een aantal richtlijnen waarbinnen een project. En dat gaat met name, ik vind het belangrijkste richtlijn eigenlijk, dat iets duurzaam moet zijn. In de zin van niet eenmalig, maar proberen zijn voortgang te hebben. En u kunt zich voorstellen, als het idee achter de initiatief is sociale cohesie, dan heeft het organiseren van één keer, dan hoop je dat dat vaker gaat plaatsvinden. Dus dat vind ik denk ik het belangrijkste kader. Natuurlijk wordt er gekeken naar wat is dan het bedrag en hoeveel mensen gaan er meedoen en wie organiseert het. Maar er zitten niet heel veel kaders aan. Okay. Dat vind ik eigenlijk ook wel mooi, want je ziet dat er heel veel initiatieven ontstaan. Maar is het dan iets, want 100.000 euro is natuurlijk op voordat je er erg in hebt. Ja. Ondanks dat er misschien nog andere potjes aan toegevoegd kunnen worden. Of dat er derde geldstromen zijn, maar op is op. Is het dan wie het eerst komt, het eerst maalt? Nou, we hebben gezegd, we gaan het dus per kern verdelen. Een optie was ook wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hè. Maar daar hebben we maar niet ook voor in gekozen. Een dorpskern kun je als ook eerste in een komen. En ja, als zeker. Je zult oogsten. Afwegingen moeten maken. De kaders van de gemeenteraad is in elk geval dat het draagvlak voor een initiatief groot moet zijn. We hebben hem gezet op 65%. Maar dat ligt er natuurlijk een beetje aan wat je gaat doen. Ik kan me voorstellen als je het hebt over bloembakken in een bepaalde straat, hè, of hanging baskets, dat je niet het hele dorp over laat stemmen. Maar dat zal nou echt iets zijn wat de coördinator van het dorp moet afwegen. Maar wat ik denk dat mooi gaat zijn, we hebben natuurlijk meer geld, we hadden 50.000, we hebben nu een ton. Op is op, helemaal waar, je kunt je geld maar één keer uitgeven. Maar die rol van die dorpscoördinator is ook om met mensen mee te denken, waar kan ik cofinanciering halen? Ik vind dat we dat als die gemeente derde geldstromen te weinig doen. Noem ik dat. Ja. Ja, nadenken van, ga het daar eens proberen of ga het daar eens proberen. En of dat nou in de ondernemerswereld is of bij allerlei initiatieven, culturele fondsen, het Prins Bernhard Fonds. Wij moeten meer geld naar onze gemeente halen, cofinanciering. En dat zou een hele mooie rol zijn. En we hebben natuurlijk onze afdelingsgelden. Het is niet zo dat we alles moeten doen voor deze ton. Een deel misschien van de appelboom en kijken wat er op de afdeling nog aan middelen is. Dus de samenhang moet volgens mij wat moois gaan brengen. Goed. We hebben alle elementen gehad. Ik haal er nog één uit, het dorpenloket. Ja. Dat hangt ook ergens in de stukken. Wat is het dorpenloket? Het is eigenlijk een chic woord voor de dorpscoördinatoren. We hebben het dorpenbeleid, de dorpscoördinatoren, dat heet het dorpenloket en dan het dorpenfonds. En het loket, ik ben met u eens misschien een beetje statisch, hè? Dan denk je ik moet me ergens melden met mijn initiatief. Is helemaal niet aan de orde, dat zijn gewoon de coördinatoren en de administratieve ondersteuning die daarbij komt. En die zijn als het goed is zo min mogelijk op het gemeentehuis en lekker in onze kern. Omdat je ook nog een economisch loket hebt. Ja, we hebben dus het beleid, hè? Dat zijn de kaders die is vastgesteld in de raad. Dan heb je het loket, dat zijn de dorpscoördinatoren die het uitvoeren, die in de kernen zijn. En het dorpenfonds, en dat is de ton. Ja. En ik denk dat als wij het zo organiseren, dat we snel en makkelijk en praktisch kunnen handelen. Is het een goed initiatief, krijg je uit het dorpenfonds. Is er nog ergens anders geld te halen, gaan we je helpen. Goed. Mevrouw van Rijkom, u bent jarenlang wethouder geweest in deze gemeente, Weidemeren. Daarom ga ik de vraag nu aan u voorleggen. Dit zijn allemaal plannen, die moeten allemaal gerealiseerd gaan worden. Ze kunnen een beetje voortborduren op de ervaringen met de appelboom. Maar er is nog een factor die natuurlijk bepalend is of het allemaal gaat lukken of niet. Dat zijn de ambtenaren. Mm-hmm. Die krijgen een andere way of thinking. Gaat dat lukken, denkt u? Nou, ik denk, als je ziet, hè, we hebben een presentatie gekregen van de basis op orde. Er zijn 22 nieuwe mensen de gemeente komen versterken. Dus, en 22 nieuwe mensen nemen altijd nieuwe input mee en ook ervaring mee van buiten. Of ze zijn nog heel jong en ze worden binnen onze gemeente verder opgeleid. Dus die nieuwe manier van denken, dat moet sowieso ook, want dat heeft ook te maken met de nieuwe vergaderen. Want ook daar moeten... Dat moet ook in de hoofden van de gemeenteraadsleden veranderen. Daar krijgen we ook nu hele andere cyclus in, dat ook ambtenaren veel meer aan de voorkant van een proces ook zitten. Dus ook daar zal zeg maar ambtelijke nieuwe manier van denken in moeten komen. En zoals ik nu zie en ik kijk naar het gemeentehuis en de basis op orde zoals die er nu ligt,
dan denk ik dat dat zou moeten kunnen lukken. Daar heeft u vertrouwen in? Daar heb ik vertrouwen in. Ik neem aan dat de wethouder dat alleen maar kan onderstrepen. Nou, we hebben zelfs een lunch gehad met de hele organisatie hier, het dorpenbeleid. Onze medewerker die dat heeft, in gezamenlijkheid hebben we dat bedacht en presentatie gehouden. En het enthousiasme is gewoon groot. Mensen vinden het ook leuk om met de tijd mee te gaan om anders te werken. Natuurlijk, het is niet van vandaag op morgen geregeld. Het vraagt inderdaad een andere manier van denken. Ja. Maar ik weet zeker dat we dat hier op het gemeentehuis kunnen. Ja, dat weet ik heel zeker. Okay. Het enthousiasme bij u straalt er in ieder geval vanaf. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. En ik denk, de begroting komt eraan. Mevrouw van Rijkom gaat meedoen met ons. Dus dat vind ik heel fijn. En dan kunnen we in januari starten. Dus dan, ik heb er heel veel zin in. Ik wens u daar veel succes mee. Rosalie van Rijn, wethouder in Weidemeren. Dank u wel. Sandra van Rijkom voor de PvdA GroenLinks. En de gemeenteraad van Weidemeren. Dank voor jullie aanwezigheid. Tot zover in derde termijn voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan.